Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft vandaag de Women in Maritime Association Caribbean, WIMAC, in Suriname gelanceerd. WIMAC is een regionale organisatie van vrouwelijke maritieme professionals in het Caribisch gebied die zich inzet voor het verbeteren van de omstandigheden en de bijdrage van vrouwen in de maritieme sector. De launch heeft plaatsgevonden via Zoom, waarbij minister Jubitana het bestuur van deze associatie in Suriname bekend maakte. Met de lancering van WIMAC moet het maritieme werk verbeterd worden. Ook minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken sprak tijdens de Zoom-meeting. Hij benadrukte dat met deze lancering er wederom bewezen wordt dat Suriname werkt aan de verbetering van de positie van de vrouw in elke sector. Hij is ingenomen dat de WIMAC Suriname van de grond is gekomen in een periode waarbij er steeds geroepen wordt voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen.